YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het tijd dat ik jullie weer up-to-date hou over iets dat is wat vertellen aan jullie aan een nieuwe video vandaag. Want gisteren was er op Twitter een kleine spanning, een beetje uit de hand gelopen, over iets die echt nergens op slaat. Vanmorgen zag ik deze foto op Twitter en ik dacht, oh my, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Korte samenvatting van wat die foto inhoudt. Ik was zaterdagavond uitgegaan in Brugge. Was super cool, was echt fijn, was een superleuke avond. En die avond ben ik wel redelijk veel herkend door mensen. En dan heb ik foto's genomen met mensen. Hey, hey. Maar blijkbaar waren er ook mensen die stiekem paparazzi waren en die foto's hebben genomen van mij samen met twee meisjes. Ik was naar Brugge gegaan met twee vriendinnen en toen is deze foto dus genomen en mensen hebben daar dan zelf een conclusie uitgetrokken dat dat mijn vriendin is. Ik wandel gewoon. Ik wandel gewoon over straat. Ja, kijk, als YouTuber zet je heel je leven op internet. Dus ik accepteer zo'n dingen ook wel gewoon. Maar neem daar dan niet meteen een conclusie uit dat ik een vriendin heb. Ik ben acid. Ik ben hopeloos. Snap je? En als er dan nog eens meisjes zijn die mijn vriendinnen gaan uitschelden en zo. En de vage dingen naar hun sturen. Naar vage dingen over hun tweeten. En hun Instagram gaan bombarderen. No, that's not cool, snap je? Kijk, ik ben een beetje tegen relaties. Omdat het brengt fucking veel bullshit met zich mee. En ik ben jong, ik geniet van mijn leven. Ik heb geen zin om. Ja, jullie snappen wat ik bedoel. Je kan ook allemaal coole dingen doen zonder dat je vriendin hebt. Ik bedoel, ja. Het is gewoon een beetje raar als je zo foto's ziet van jezelf op internet. En dat je zelf niet eens weet dat dat getrokken is. Dan denk ik altijd, what the fuck? Dan moet ik daar echt gewoon gewandeld hebben. En dan moet er iemand stiekem achter mij zijn gaan staan en die foto's weggenomen hebben. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Soms kom ik thuis als ik van Antwerpen kom. En dan zie ik foto's van ik die op de trein zit. Echt gewoon mensen die ook op die trein zaten. Die stiekem met een telefoon gewoon een foto hebben genomen van me. Op school gebeurt dat ook fucking veel. Ik zit in de studie gewoon te zitten. Zo, yeah, sitting here in school, like, fuck this shit. En dan zie ik ineens op Snapchat een random foto van mij. Hij zit in de studie. What the fuck? Weet je hoe raar dat is? Om te zien dat mensen stiekem foto's van je nemen. Kijk, ik weet dat al mijn gegevens bijna online staan. Ik weet dat de helft ervan fake is. Er staat daar een telefoonnummer bij. Dat is niet mijn telefoonnummer. Echt, sorry aan de persoon die wel dat telefoonnummer heeft. Echt, I feel your pain. Dat moet zo erg zijn om heel de tijd opgebeld te worden door random nummers. Stop gewoon met mijn privégegevens te zoeken. Dat moet allemaal niet. Ik vind het heel fijn als ik jullie zie op straat en jullie komen naar mij en jullie zeggen Ace, mag ik een foto? Dan ga ik met superveel plezier een foto nemen bij jullie. Maar alsjeblieft probeer mij niet te contacteren via je telefoon. Probeer mijn adres niet op te zoeken om hier eens naartoe te komen. Dat is niet cool. Dat is zo raar. Dat is zo op het randje van kutzooi. Als mensen naar je deur komen, dan is dat zo Het huis van een YouTuber is de enige plek waar hij, alleen is. Kan werken. Kijk, ik hou superveel van jullie. Ik vind het eigenlijk soms echt wel grappig wat jullie doen om, die foto vond ik ook fucking grappig, maar aan de andere kant vind ik dat ook wel weer kut. Het is jammer als je zo dingen ziet en mensen gaan dan speculeren daarover en gaan dan dingen zeggen zoals, hey, ze deed de vriendin. Ik haat mijn leven. Mijn hoop is weg. Kijk, ik weet dat het kut is, maar ik zeg het nog eens. Ik zou nooit in mijn hele fucking leven een relatie hebben met de kijker. Nooit. Nee, dat wil ik gewoon niet. Dat is een regel die ik heb met mezelf. Ik hou superveel van jullie. En jullie zijn echt een van de belangrijkste dingen in mijn leven. Maar ik zou het gewoon niet aankunnen om een relatie te hebben met de kijker. Dat is gewoon. En ik kan dat niet echt uitleggen. Dat is gewoon iets in mijn hoofd die daar zo zit. En die, dat kan niet. Hoe mooi dat meisje ook is. Nee, nee. Kijk, ik maak filmpjes omdat ik het leuk vind. En ik weet als je op een bepaald moment zit op YouTube dat je privé gewoon niet meer privé is en dat je leven gewoon volledig online staat. En daar ga ik volledig mee akkoord. Dat is iets waarvoor ik zelf heb gekozen. Maar probeer het niet nog erger te maken. Gooi niet zelf dingen van mij online. Als je mijn telefoonnummer dan toch op de een of andere manier hebt weten te bemachtigen, gooi dat niet online. Hou dat dan voor jezelf of zo, maar verspreid dat niet, want dan neuk je mij echt fucking hard. Dank u. Want ik bedoel, zo dingen zijn niet alleen kut voor mij, maar ook voor mijn mama en mijn papa, mijn oma. Zo dingen, zij hebben daar ook allemaal kut shit in. Mijn mama vindt dat waarschijnlijk ook eng als mensen hier ineens aan de deur staan. Dan komt mijn mama en zegt ze, hoe de fuck komen die mensen aan ons adres? Het is zo raar. Wat mensen niet snappen is dat ik ook gewoon een leven heb buiten YouTube, waar ik vrienden heb die niks te maken hebben met YouTube, waar ik vriendinnen heb die niks te maken met YouTube, waar ik dingen doe die niks te maken hebben met YouTube, waar ik feest, waar ik drink,
waar ik dronken word, waar ik... En dat staat allemaal heel los van YouTube. En dan ben ik gewoon Nathan. En op YouTube ben ik Acid. En ik ga echt schizofrenie krijgen als ik zo verder blijf doen. Acid is gewoon nu... Ja, Acid. En als ik die camera uitdruk, is het weer Nathan. En dan... foto's nemen van mij in mijn rug, zonder dat ik het weet. It's not okay. Het is een beetje creepy, stalkerig. Ik hou nog altijd superveel van jullie. I love you guys. En bij deze hebben jullie ook de groetjes van Oka en Eloise. Ja, dus, dames en heren, dank al voor de leuke video was. Nu zijn jullie weer een verhaal rijker. Ik ben Acid en ik zou zeggen, dank voor het kijken naar deze video. Zeker een duimpje omhoog. Ja, joe.